Kulwa isomero lino emikisa gyange egy'obusawo ndi nti giri mu maiso era ndi musanyufu ino. Ieder kind, zoals de 14-jarige Shanita, verdient de kans om haar droom waar te maken. Helaas is dit voor veel kinderen niet de realiteit. Veel scholen in Oeganda krijgen te weinig financiële steun. Hierdoor zijn er vaak overvolle klaslokalen, niet of nauwelijks opgeleide docenten en veel kinderen die hun school niet afmaken. CoorDate wil dit veranderen met resultaatgericht financiering. Met deze succesvolle aanpak worden scholen voor het behalen van goede resultaten beloond met extra financiële ondersteuning. De school gebruikt dit geld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat kinderen hun school kunnen afmaken. Dit maakt echt het verschil voor duizenden kinderen en docenten. In 2019, we were the second worst in the district. But when it came to 2022, we were the best in the region. Okay, very good. High five. Scholen kopen bijvoorbeeld lesmateriaal, schoolbanken en leerlingen krijgen eten op school. Ook worden er toiletten gebouwd en krijgen docenten extra trainingen om een nog betere docent te worden. Aan het einde van een periode worden verschillende resultaten en investeringen goed gecontroleerd. Is dit allemaal op orde, dan krijgt de school opnieuw een financiële ondersteuning. We're done. Momenteel helpen we in Oeganda 50 scholen. En in totaal komt dat neer op 1.858 kinderen. Om dit project duurzaam te laten verlopen is het van cruciaal belang dat scholen eigenaarschap krijgen. Zodat scholen in de toekomst zelfstandig goed onderwijs kunnen blijven geven zonder de hulp van CoorDate. Met als doel een betere toekomst voor ieder kind.